Kennelijk heeft de 55-jarige Gordon geen contact meer met zijn broer Joni en wij geven laatstgenoemde groot gelijk. Het is niet zo dat we bloedbonje hebben, maar we praten niet meer met elkaar, aldus het meneertje. Maar goed, in alle families is wel wat. Ernstiger is de situatie van mijn zus Joke. Zij moet tegen zichzelf in bescherming worden genomen, maar niemand van ons heeft nog contact met haar. In een interview met hetzelfde blad haalde Joke onlangs uit naar haar broer. Ik heb geen contact meer met Gordon. Hij heeft me na mijn ziekte nog niet één keer gebeld of opgezocht. Ik heb niets van hem gehoord. Het scheelde niet veel of Joke was niet meer in leven. Ze werd met hartfalen opgenomen in het ziekenhuis en er vielen zelfs enkele organen uit. Ik heb Gordon toen meerdere malen gebeld, maar hij neemt gewoon niet op en belt niet terug. Gordon is gewoon een egoïst, hij kijkt nooit naar me om. Onlangs kwam het mooie nieuws naar buiten dat Gordon nog verder weg gaat wonen. In een interview met weekend vertelde de man dat hij niet zeker weet of Dubai zijn eindbestemming is. Ik twijfel wel of ik in Dubai blijf, ik weet nog niet of dat nu mijn eindbestemming is. Ik ben verliefd geworden op Bonaire. Echt heel mooi. Ook heeft Gordon wat twijfels over Zuid-Afrika, maar hij voelt zich daar niet helemaal op zijn gemak. Dat heeft geen tijdsverschil, maar dat is ook zo'n takke eind. En het is er niet veilig. Het is keuzestress, maar dat zijn allemaal luxe problemen.